Jaarlijks wordt op 22 maart Wereldwaterdag herdacht. Het doel van deze dag is het delen van kennis en het vergroten van het bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij als het ministerie van Openbare Werken hebben stilgestaan bij deze dag. De SWM heeft gisteren formeel een miniatuur waterzuiveringssysteem overgedragen aan Velasapakara. Het systeem is kosteloos opgezet ter ondersteuning van de educatieve activiteiten die Velasapakara ontplooit, zegt Takaya Lens, directeur van Velasapakara. In het kindermuseum staat momenteel de tentoonstelling Sranang Krakti. Daarin worden de verschillende krachten van Suriname belicht, waaronder ook water. Omdat we een museum zijn dat niet alleen verhalen vertelt, maar we willen kinderen een beleving geven. En een van de krachten van Suriname is ook, zijn ook onze waterbronnen, omdat ze van hoge kwaliteit zijn. En we staan er niet bij stil dat we gewoon een glaasje water van de kraan kunnen drinken. Maar wat gaat daaraan vooraf? Dus wij vonden het een geschikte plek om ook dat hier duidelijk te maken. En het is onderdeel van het Professor Naipaul Waterpark, waar we dus de kracht van water, de andere krachten van water ook inzichtelijk maken. Sinds mensenheugenis vestigen mensen zich langs water, omdat we zonder water niet kunnen leven. En het is nog niet overal in de wereld zo dat mensen schoon drinkwater tot hun beschikking hebben. Ook in Suriname is dat nog niet zo. En met Wereldwaterdag vragen we ook voor deze groep de aandacht. De Meteorologische Dienst van Suriname en de Waterloopkundige Dienst Suriname hebben vanmorgen middels presentaties in verband met Wereldwaterdag het belang van water belicht. Deze twee diensten vallen onder het ministerie van Openbare Werken. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat wij zuinig moeten omgaan met water, ondanks Suriname momenteel te kampen heeft met extreme wateroverlast. Inderdaad, we hebben nu overstromingen, maar dat betekent niet dat we zoiets niet moeten organiseren, want een overstroming is een tijdelijk event. Die overstroming is over een paar dagen weg en dan zitten we weer met een probleem van die dorp of dat district heeft weer geen drinkwater. Dus water blijft een belangrijk onderwerp, niet alleen voor ons in Suriname, ook voor de wereld. Want als wij een bijdrage kunnen leveren aan watertekort in de regio, dan zouden we dat moeten kunnen doen. Dus waar het om gaat is dat wij als overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen moeten blijven doorgaan met onderzoek. De beste data kunnen geven aan de regering om beleid te kunnen maken. Want je kan die onverwachte zaken kan je dus krijgen. Het kan zijn dat we een ander jaar komen met een enorme droogte. Toch? Dus Wereldwaterdag is goed en ik heb ook aangekondigd, laten wij de overstap maken, want we lopen al jaren achter naar de wat men noemt de flood management dagen. Dat zijn speciale dagen waar wij als land gaan nadenken over flood management en drought management. Dus overstroming en droogtes. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat is de volgende stap die wij als Suriname moeten gaan maken. Het thema voor 2022 vanuit de SWM is grondwater maakt het onzichtbare zichtbaar. Het thema vanuit het ministerie van Openbare Werken is Water Awareness. De presentaties zijn gehouden voor hoogwaardigheidsbekleders en studenten van het NATIN en het PTC.